Want de zaal begon weer wat te popelen. En we hebben natuurlijk Jan-Peter net gehad voor de pauze. Ik wil vragen of je hierbij komt, Jan-Peter. En Teun die heeft net ook een paar keer waardevol wat toegelicht. Wat mij betreft kom je ook bij voor. Want als er vragen zijn, dan kunnen we gewoon kijken welke van de drie personen het beste kan beantwoorden. Je mag hem voor mij omhouden. En dan gebruik ik mijn microfoon voor de andere twee. Tenminste in overleg met de cameraman. Want dit wordt vanavond wordt dit ook opgenomen. Het is wel belangrijk dat jullie dus ook de vragen via de microfoon eigenlijk stellen. Liewe loopt achterin met de microfoon. Ik heb hem hiervoor. Wie mag ik het allereerst een woord geven om een vraag te stellen? Ja, hier vooraan en dan daarna Jan van Weep. Mijn vraag gaat over de CO2-reductie van onderwaterdrainage en de tweede... Drukdrainage. Ja, de drukdrainage. Aannames, jullie werken met aannames op basis van 50% en 65%. En dat is dus berekend. En dan de eerste onderzoeken in Friesland laten dan een CO2-reductie van 10-15% zien. Is het niet veel verstandiger om met die beide... om met de, nou ja, met de resultaten die in Friesland worden gemeten, om daarmee te werken. Want het zijn maar aannames. Je kunt er veel beter uitgaan van echte metingen. Nou, het zijn niet alleen aannames. Er is aan die onderwaterdrainage is maaiveldhoogte gemeten. En dat over een lange periode, dus meer dan 10 jaar. Nu bijna 15 jaar, denk ik. En in die tijd is dat... Ik zal het grafiekje laten zien. Ik heb ze niet voor niets meegenomen. Ik moet even wat plaatjes door, maar hij zit ertussen. Maar ja, het is allemaal over de aanleg. Kijk, hier ging het even om. Het is bij de drogelingen van 55 centimeter. Blauw is de referentie. Dat is dus gewoon de bodemdaling bij een slootpeil van 55 centimeter op de veengrond die we in Zegveld hebben. En de rode lijn, dat is de bodemdaling bij drains, op een drainafstand van 4 meter. En je ziet dat de blauwe lijn harder daalt, dus daar heb je het over, min 5,20, dus dat is 5 millimeter per jaar gemiddeld. Je ziet ook die fluctuatie, die punten. Hè, dus, en die andere, die geeft min 2,5, dus dat is... echt de helft wat het daalt. En dan is het opmerkelijk de groene lijn. Dat is de bodemdaling zoals we die aannemen dat er is in het veenweidegebied. Dat gemiddelde. Dat is ook gebaseerd op die hele lange meetreeks, hè, sinds de eind jaren 60 hier in Zegveld. Maar je ziet dat in de periode 2004... 2012 loopt die van het kaartje af, maar tot 2014 dat... de bodemdaling ook van het referentieperceel eigenlijk de helft is van wat dat eerdere model zei. Nou, het idee is dat dat komt omdat er in die periode veel natte zomers waren. En als je een natte zomer hebt, dan zakt die grondwaterstand niet zo ver uit en heb je gewoon minder bodemdaling. En dat wordt dan later weer met drogere jaren gecompenseerd. Als je 2018 in dit plaatje mee zou nemen, dan krijg je misschien een ander verhaal. Maar... en dit is ook voor dat andere slootpeil is dit gemaakt. Dus dit is eigenlijk de basis. Dus het is meer dan een model. Dat model is gevalideerd aan maaiveldhoogtemetingen. Waar mogelijk wordt er niet met aannames gewerkt? Nee. Dan wordt. Ja. En dat geldt ook voor de natte teelte. Ja. En de andere boodschap is er ook gelijk. Wat er nu werkelijk aan emissies uit de Nederlandse veenbodems is. En uit natuurgebieden, dat wil ik dan ook graag weten. Nou, dat mag dan ook gemeten gaan worden. En ook daar gaat gemeten worden. Voldoende. Jan van Weper. Ja, ik heb een vraag. U zei dat klei in de bovengrond of klei toevoegen aan het veen geeft een reductie van CO2-uitstoot. Dus ook een reductie van inklinking. Ja. Nu hebben wij in Friesland ook een flinke hoeveelheid klei op veen. En kunt u ook aangeven met wat voor percentages daar emissies lager zijn dan op de volle veengrond? En als je dan praat over klei toevoegen aan veen, over wat voor percentages, waar praat je dan over? Die percentages wat het optimum is, dat moeten we nog berekenen en testen.
Maar laat ik, er zaten veel vragen in. De eerste gaat over het kleidek. Dat maakt natuurlijk uit of dan een kleidek is van 10 centimeter of van 30 centimeter of van 40 centimeter. Wat ik ervan weet, maar ik heb maar daar is nog niet zoveel aan gemeten, omdat het vooral ging over bodemdaling in puur veengebieden, is dat dat ook ongeveer de helft zal zijn. Maar de dikte van het kleipakket maakt natuurlijk veel uit van hoeveel dat remt. De hoeveelheid klei die we op moeten brengen, nou laat dat een centimeter per jaar zijn in een aantal jaren. Dat is waar we nu even mee rekenen. Misschien nog wel iets minder zelfs. En dan kan je er ook mee stoppen. Want een ander idee wat wel eens is gezegd, van ja, je moet eigenlijk gewoon een kleidek aan gaan brengen. Dat gaat zoveel transport geven over die wegen op die slappe bodem. Dat is gewoon niet te doen. Overlast voor de omgeving, dat wordt hem niet. Maar dit, er is een inschatting gemaakt van de hoeveelheden die daarvoor nodig zijn. Ik ben niet zelf bij dat onderzoek betrokken. En dat is te doen. En die klei is ook beschikbaar. Er is contact geweest met Rijkswaterstaat. Er is voldoende schone klei, want die klei moet ook schoon zijn, beschikbaar om dat voor een deel van het veenweidegebied te doen. Voldoende, Jan. Er ontstaat wat onrust. Dus ik wil ook door met de volgende vragen stellen. Achter een jaar, Fransma, Piet, Jan. Ja, nou we het toch over klei hebben. Het is natuurlijk zo dat als je in Friesland het over klei hebt, dan kan het van de zeekant afkomen. Maar het kan ook uit rivieren afgezet zijn. Dan is het vlak bij de rivier praten we over een kleidek en dan is het misschien klei. Gaan we wat verder op, dan zijn het kleibandjes. En als je dan in de analyses van de bodem kijkt, dan heb je misschien wel percelen ergens die klaarveen zijn. Maar je kunt ook kleiig veen hebben en je kunt venige klei hebben en dan komt pas de klei. En daar hoef je helemaal niks toe te voegen, want een hele hoop bodems in Friesland die hebben een hele hoop slip- en kleideeltjes in zich. En die zijn dus al voorzien. Hebben die dan een lagere bodemdaling? Als het goed is wel, ja. En dat is dus de vraag en daarvoor is dat onderzoek nodig. Dat je ook op dat soort veenbodems of kleige veenbodems, nou ja, je noemt inderdaad een hele categorie, moet je weten hoe dat zit. He, dus die aannames die tot nu toe waren van oké, dit is de CO2-emissie uit de Nederlandse veenbodems. Ja, dat is veel te aspecifiek. Er zitten gewoon grote regionale verschillen door dit soort aspecten, maar ook door kwel- en wegzijging in wat nu precies die bodemdaling is. Ja, en die CO2-emissie. Dus dat zou ik er nog aan toe willen voegen. We hebben in ons bedrijf één perceel, dat heet de Terpen. Vroeger ging het veen naar het noorden en in de tijd van het begin van de 19e eeuw, toen ze die terpen nog afgroeven, dan kwam retourvracht klei. En dus het is in het verleden al vertoond en er zijn mensen die beweren dat zulke percelen meer waard zijn dan degene die dat niet hebben. Dat er zeiden. Maar ja. Er is dus in het verleden ook wel mee geëxperimenteerd en ook met onderwaterdrainage. Dat is in de Gieterse polder, heb ik me laten vertellen, is dat na de Tweede Wereldoorlog al gebeurd. Het is ook op sommige plekken onbedoeld gebeurd, omdat er drainage aangelegd was, nog gewoon met van die porseleinen pijpjes zelfs. En toen werd er een pijlbesluit genomen dat die pijlen een stuk hoger werden. Ineens lagen ze onder water en toen werd het onderwaterdrainage. Ja, klopt. Dus het is al best oud, klopt. Voldoende, volgens mij. Ja. Jacob van der Zijl. Ja, tot 2030 valt het best wel mee met de CO2. Ja, wat valt mee? Dat valt natuurlijk niet mee. Maar ik ben zo'n gekke boer. Ik wil graag weten, moet ik nou na 2030 moeten we koeien weg? Of moet ik nu al fosfaatrechten verkopen? Of moet ik nu land blijven verzamelen? Wat is de visie? Hoe worden we nou na 2030 afgestraft? Want dan wordt het mij duidelijk welke richting ik op moet en waar ik op moet inzetten. Wie wil zich hier aan wagen? Eigenlijk hebben we geen van beide zin in het antwoord geven op die vraag. Het is een hele lastige. En het hangt er heel erg vanaf wat het klimaatdoel wordt voor 2050. We zijn dat op het ogenblik ook aan het verkennen in de opdracht van het ministerie. En wat ik zeg, het hangt er heel erg vanaf. Is het een reductie van 95% ten opzichte van de waarde van 1990? Of is het maar 80%? Wat mag het aandeel zijn van de landbouw in die emissies die Nederland nog mag produceren?
of, want dat is een heel strikt scenario, van dat wat we vastleggen in de bodem mag ook weer geëmitteerd worden in diverse vormen. Nou, afhankelijk daarvan, nu doet de landbouw in de nationale registratie 19 megaton, dat is melkveehouderij, varkens, pluimvee, kalveren en akkerbouw, alles bij elkaar. Afhankelijk van het scenario kan dat dalen, 9, 4, 2 megaton, dat soort getallen praat je over. Als het over 4 of 2 megaton gaat, dan begrijp je wel, maar dan gaat daar gewoon heel veel gebeuren. Maar, laat ik zo zeggen, ik gok nog liever op de naam van mijn toekomstige kleindochter dan dit, hoor. Zeg maar, beide is onzeker. Dus, want die dochters van mij die maken niet veel haast. Maar laat ik zo zeggen, ik weet het niet. Maar als die emissiedoelen streng worden, gaat er veel gebeuren. En dan is het inderdaad ontzettend goed om na te denken van, wat zijn nou investeringen die ik moet doen? Ik durf je geen advies te geven daarover. Ja. Ja. Misschien wat ik nog aanvullend daarop kan zeggen is, kijk, in het akkoord van Parijs is ook afgesproken, voedselproductie is een zekerheid, dat blijft ook nodig. Dus je kunt wel naar nul gaan, maar er zullen altijd uit de landbouw zul je bepaalde restemissies houden. Dan kun je niet alles terugbrengen. Dus je houdt een bepaalde mate. En als je naar Europese scenario's kijkt, dan wordt daar ook vanuit gegaan in 2050, daar houden we een deel van de landbouwemissies. Dus de vraag, hoe gaan we die verdelen? Moet elk land zijn bijdrage leveren of mogen bepaalde landen meer doen? Dat is deels ook politiek en dat is deels die discussies, nou, die moeten echt nog gaan opstarten. Dus het is, maar ik bedoel, naar nul toe, dat en geen veehouderij, dat er moet een productie van voedsel blijven. En het hangt niet alleen af van de doelstellingen, maar ook hoe die doelstellingen dan in maatregelen door lagere overheden worden vertaald. Dus waterschappen en provincies. Jacob. Dus het is echt. Heb ik nog één kleine. Ja, je krijgt hier geen zekerheid over in ieder geval. Nee, dit is een beetje jammer. Maar dan heb ik weer een lastige vraag. Want ik ben daar een beetje mee bezig. Ik zit in een studiegroep. En als je nou ziet die boeren die vorig jaar de helft minder kunstmest gezaaid hebben, die komen in ene veel beter uit. Want die kunstmest was zwaar ingerekend. En als die kunstmest maar heel veel gras of heel veel opbrengst opbrengt, dan is er geen centje pijn. Maar heb je het niet, had je die kunstmest daar ook niet eigenlijk op moeten gooien. Dus hoe zien jullie daar die toekomst van? Er zijn meerdere redenen om inderdaad zuinig te zijn met kunstmest. Als je kijkt naar de footprint van gras, hè, als tussenproduct, dan is ongeveer 90% van de footprint van gras wordt bepaald door de hoeveelheid stikstof die toegediend wordt via dierlijke mest en kunstmest. Dus dat hakt erin. En in die zin is ook zuinig zijn met kunstmest een hele verstandige zet. Maar goed, dat heeft natuurlijk altijd weer de afweging van, als ik dat nog minder geef, gaat het ook opbrengst kosten. En waar zit dan het optimum tussen minder emissies, lagere opbrengsten, hogere kosten? Maar verstandig omgaan met stikstof loont ook in dit geval, zeer zeker. Ja, volgens mij voldoende. Ja, hè? Nee, hartstikke duidelijk. Femke, had jij hier een vraag op dit onderwerp? Ja, maar eventjes. Ja, is het dan niet juist iets om te gaan pleiten voor een hogere derogatie op grasland? Omdat je daar dus die kunstmest toevoer en vervoersbewegingen en de fossiele brandstof die nodig is om kunstmest te produceren kunt beperken. Het lijkt mij dat dat op zich, zou dat niet een goed voorstel zijn? Om naar 300 kilogram stikstof uit dierlijke mest per hectare te gaan. De meststoffenwet is toch voornamelijk om de waterkwaliteit ook te waarborgen. En ik weet niet, dat rapport van Herman de Boer, Nitrate Leaking, ik denk dat dat jullie ook bekend is, die beschrijft toch in die literatuurstudie dat in principe 300 kilogram stikstof uit organische mest daarvoor verantwoord zou moeten zijn. Zou dat dan ook niet in het klimaatdebat een goede oplossing zijn? Nou, wie weet. Klinkt wel goed. Nee, dat is geen goede oplossing. Nou, laat ik zo zeggen, je schiet er niks mee op. Want als die mest namelijk op het eigen bedrijf wordt aangewend, dan stel je voor je gaat naar 300 kilogram stikstof. Wat zou het alternatief geweest zijn als die extra derogatie er niet was? Dan had je die mest af moeten voeren. Goed, dan had je wat transportemissies gehad. Maar die mest was niet in een diep gat gedonderd. Die wordt ergens anders gebruikt als meststof. Daar hoeft iemand dan dus minder kunstmest te gebruiken, omdat hij die dierlijke mest gebruikt. Nu gebeurt het op jouw bedrijf.
en niet op het andere bedrijf. Het is dus een verplaatsing van het kunstmestgebruik en een verplaatsing van het mestgebruik. Dus het enige wat je bespaart is dus inderdaad transport. Nou, goed, dat kun je uitsparen, maar het grootste effect zit inderdaad stikstof. Stikstofbemesting werkt veel zwaarder door in emissies dan het transport. Daarmee wil ik niet zeggen dat je het niet moet doen, maar dan zit de besparing alleen maar in je transportemissies, niet in de stikstof. Bedankt voor dit onverwachte antwoord. Dan was daar nog een vraag stellen. Die natte teelten waar het over ging, heette die ook landbouw? Nou, dat wordt nu ik vraag het hierom, als je straks de gecombineerde opgave invult, hebben ze die al een gewascode gegeven, zodat je die ook kan meerekenen bij je toeslagrecht? Ik dacht al dat het over de gewascode ging, want dat is een terechte vraag. Daar zijn ze bij RVO nog over aan het stoeien. Er is nog geen gewascode. Ze zijn er wel bijna, dus ze zijn wel van plan om het inderdaad, maar dan heb je het weer over welke teelt, voor welke teelten geldt het dan, maar om mijn gewascodes aan toe te kennen. Ja, daar is een vraag bij Piet-Jan. De inleiding of de vraag vanavond was fabels of zekerheid of fabels of feiten. Maar voor mij is het zeker van voor de pauze is het ene fabel. Het is de uitkomsten die zijn van tevoren gemaakt in Den Haag en doorgestuurd naar een oude leermeester Wageningen. En die heeft zo de cijfers in elkaar gepoot dat ze allemaal aardig kunnen kloppen. Want ze weten er helemaal niks van. Van emissie, van het is niet te meten allemaal. Want ook we hebben met emissiearme stallen, ja, daar ben je ook een maatlat voor doen. Maar ze weten er eigenlijk gewoon niks van. Want dan wordt er wel goed gemeten en dan wordt er niet goed gemeten. En de uitkomsten die waren in Den Haag worden die bepaald. En niet en er is geen enkel stukje boerenverstand is eraan toegevoegd. Dus het zijn voor mij allemaal fabels. Met de kern van uw vraag, kun je daarop reageren? Dat, hè, want jullie zijn ook niet voor niks onderzoekers. Nou ja, in Den Haag wordt dit, zeker op klimaatgebied, is daar nog heel weinig kennis. En bij de ministeries en alles is daar heel weinig kennis nog. Dus ze bouwen echt op onderzoek uit. Hier zit, ik ben het met eens, de metingen is vrij beperkt. Daar zitten moeilijkheden bij. Het zijn allemaal moeilijk te meten gassen. Het is niet iets dat je op de meter leest. En zoals met CO2 je energiemeter, dat is makkelijk. Dat kun je zo afleiden. Voor alle emissies uit natuurlijke systemen zoals de landbouw is dat moeilijker. Maar goed, er is wel gemeten natuurlijk, ook internationaal. Er zijn emissiefactoren opgesteld, die zijn allemaal gebaseerd op metingen. Die zijn niet verzonnen, die zijn gebaseerd op gemiddeldes van metingen. Of dat genoeg metingen zijn, of die genoeg de spreiding weergeven, daar kun je over discussiëren. Maar die zijn gebaseerd op metingen, internationaal ook, daar wordt ook internationaal gekeken. Het is niet alleen Nederland, en dan kijk je, als we wat Nederland gebruikt, is dat in lijn met wat andere landen, wat internationaal ook gebeurt. Dus dat het op niks gebaseerd is, dat niet. Dat het beter kan, dat wel. Op het thema. Nou ja, om eens een voorbeeld te geven, sinds de 60er jaren zijn er al emissiemetingen aan methaan gedaan van koeien. Toen niet omdat methaan, omdat we dat toen een schadelijk gas vonden, maar toen was de vraag van ja, die methaan, dat had ook gewoon een koolstofverbinding kunnen zijn die koe inging en waar we melk van hadden kunnen maken. Dus er is meer dan 50 jaar al aan methaan gemeten bij koeien. Daar hebben we hele tijdreeksen van. En die zijn er niet alleen in Nederland, maar die zijn er in Amerika op verschillende plaatsen te vinden. In Australië, Nieuw-Zeeland, Canada. Daar zijn heel veel landen waar dit soort metingen gedaan zijn. Dus daar ligt een uitgebreide dataset waar dus heel veel uit bekend is. Bedankt voor de toevoeging. Ik wil even inventariseren hoeveel vragen er nog zijn met betrekking tot de onderwerpen. Ik zie 1, 2, 3 hier, 4, 5, 6, 7 vragen. Dan wil ik het ook daarbij houden. En dan beginnen we eerst even bij Casper van Bentum achterin. De veenweidegebieden, dat zijn bij uitstek ook de weidevogelgebieden. Kunnen die natte teelt, als we dat gaan doen in die veenweidegebieden, is dat bevorderlijk voor de weidevogels? Nou, ik denk dat je het antwoord al weet. Natte teelt, daar zitten geen weidevogels meer. Dus het Lisdoddenveld, Krimberry,
dat niet meer. Je krijgt er wel weer andere biodiversiteit voor terug. En ons lisdoddenveld, en er stond gewoon in het begin echt alleen maar puur lisdodden in, dat was de plek voor watersnippen in de trek. Je zag ze iedere keer zo langs liep, vlogen weer massa's watersnippen omhoog. Ja, nieuwe en, natuur. Dus het klopt. En daarom is het ook voor gebieden waar je echt hoge weidevogelaantallen hebt, is het misschien een minder goed idee. En kan je beter met drukdrainage zorgen dat het natter is en dat het nog optimaler is voor die weidevogels. En plekken waar het niet is, dat kan natuurlijk wel. Dan krijg je weer een ander soort biodiversiteit. Ja. Bedankt. Voldoende. Dan gaan we eerst even naar rechts. Voor jullie naar links. Piet-Jan, daar was iemand. Ik weet niet meer wie. Ja. Ik heb een vraag. Of heel eenvoudig uitgelegd kan worden waarom het verhaal korte en lange kringloop. Waarom het bruto-netto verhaal wel geldt voor de lange en niet voor de korte. En hoe zeg maar dat dan verschilt ten opzichte van de uitstoot bij, nou ja, wat ik zou denken, gewoon de lineaire uitstoot vanuit andere sectoren, auto's enzovoort. Waarom telt die korte kringloop precies niet mee? En waarom wordt er niet gerekend met de netto toevoeging vanuit de landbouw, zoals van wat extra aan toegevoegd wordt vanuit bijvoorbeeld kunstmest, wat buiten het productieproces extra aan toegevoegd wordt, zeg maar. Heb je hem duidelijk? Ja. Of ik kort en simpel kan doen. Kijk, korte kringloop, dat is, uiteindelijk is het gewoon een afspraak. Hoe ga je rekenen? En dan moet je allemaal een lijn intrekken. En je kunt het allemaal meegenemen, maar als het heft elkaar gewoon op, omdat het legt vast en het wordt weer afgebroken hetzelfde jaar. Dus doordat het te zeggen, we spreken af, dat is neutraal, dat heft elkaar op, dat is netto nul, maak je het heel veel simpeler. Anders maak je het nog veel moeilijker dan het nu al is, door al die bruto-emissies te gaan berekenen. Terwijl het uiteindelijk gaat om het netto-effect. Wat gebeurt er in die bodem? Wat gebeurt er in meerjarige, in langjarige biomassa-vastlegging? Dat is uiteindelijk waar het om gaat. En bij fossiel is het duidelijk, dat is een directe emissie, dat is CO2 die al miljoenen jaren in die bodem zit, die wij er nu uithalen. Is dit hopelijk simpel uitgelegd? Ja, maar in principe zou ik zeggen, het gaat mij eigenlijk niet zozeer om wat er in de bodem zit, zeg maar. Maar ook gewoon wat er extra toegevoegd wordt aan wat er in de lucht zit. Ik bedoel, nu zit er altijd vanuit de landbouw al een deel in de lucht. En als je als ik eventjes terugdenk aan het interview dat Dirk Bruins destijds had met mevrouw van de Partij van de Dieren. Dan wijst hij erop dat het aantal koeien bijvoorbeeld gedaald is, terwijl allerlei andere activiteiten gestegen zijn. Kortom, het aandeel van de landbouw, als de rest allemaal gelijk was geweest, dan was het aandeel van de landbouw, de landbouw doet niet zoveel extra, zeg maar. Dat was toen al zo, dat is nu nog steeds zo. De emissie van, ik neem aan dat je nu met name doelt op methaan, die is ook afgenomen in de landbouw. Dus dat zien we ook, dat nemen we ook mee. En daar wordt de landbouw ook op, ja, afgerekend. Dat is zeker ten opzichte van 1990 is er een hele duidelijke afname. En daarmee doet de landbouwsector heeft meer gedaan dan vele andere sectoren. Het is wel belangrijk dat je onderscheid maakt in ook de onderzoekers en degene die, ja, jullie doen natuurlijk ook wel presentaties, maar ook degene die voor ons als landbouw weer vertegenwoordiger zijn. Hè? Dus, maar ik denk dat de kern van jouw vraag wel heel duidelijk is, dat heel duidelijk moet gecommuniceerd worden naar bijvoorbeeld de politiek. Eerst naar Ria wat mij betreft. Voldoende trouwens of niet? Ja? Ja? Piet-Jan, wil je dan hier in het midden toe lopen? En dan ga ik even naar Ria Derks. Ik heb een hele korte praktische vraag. Hoe oogst je die natte teelt? De lisdodden hebben geoogst met een machine die ook voor rietoogst gebruikt wordt in natuurgebieden. En dat gaat op zich goed. Ja, hij snijdt en hij legt het opzij in bossen. En die haal je dan, nu nog, het is een proef, hè, met de hand naar de zijkant, maar er wordt ook gewerkt aan rupsvoertuigen. Dus er wordt wel gekeken nu er om ook experimenten te doen met de keten. Hè, wat kan je met het product? Is er wat meer hectare nodig?
in Noord-Holland is bij het innovatieprogramma Veen is wat meer aangeplant. Dus nu gaan we kijken van kunnen we niet samen met een aantal van dat soort partijen een betere oogstmachine ontwikkelen. In Duitsland hebben ze er ook al wat. In relatie tot de bodem, ja. Nee, absoluut. Ja, 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 ja. Daarom is het ook goed dat we meerjarig experimenten doen met bijvoorbeeld die listdodderteelt. We zien dat in 3 jaar er iets verandert aan die bodem. Het grappige was, ik ging met iemand mee die daar de draagkrachtmeting ging doen. Nou, de eerste vraag was, ja, waar begint eigenlijk het maaiveld? Want die bodem begint een beetje te drijven. Dus wat neem je als maaiveld? En we zagen ook dat die bodem slapper wordt. En we zagen dat er gaten in gingen vallen. Nou, waar komt dat door? Dat zou kunnen zijn dat de bodem te slap wordt voor de listdodder om zich te hechten. Misschien moet je het even droog laten vallen. Dus dat soort vragen zitten daar nog allemaal achter. En het zou kunnen zijn dat planten in de zoden, dus nu is afgeplacht, maar we gaan ook kijken of planten in de zoden, of dat of zaaien en het dan echt goed nat zetten, niet beter is, omdat je dan zowel draagkracht houdt voor je machines voor de oogst als een goede plant. En je haalt ook geen veenbodem weg, wat eigenlijk raar is als je bodemdaling wil beperken. Simpele vraag, ingewikkeld antwoord. Het is niet zo maar opgelost, Ria. Achterin bij Piet-Jan. Ja, yeah. Lambert de Boer. Ja, ik hoor hier van collega boeren, die ben ook een beetje verward. En ik ben ook een beetje verward. Ik hoor hier een CO2-verhaal die neigt dat het klimaat of de temperatuur van het klimaat gaat stijgen. Maar ik hoor ook verhalen van professors die het juist het tegendeel bewijzen en zeggen het heeft helemaal geen invloed op de temperatuur. Wat moet ik nou als conclusie hieruit trekken? Ja, de feiten en de fabels. Er zijn ook tegengeluiden van mensen die zeggen van ja, er was vroeger ook een ijstijd. En ja, goed, ik ben meer een bodemkundige dan een klimaatwetenschapper, maar dat is toch IPCC-rapporten, die zijn echt, er zit bijna de meeste allemaal klimaatwetenschappers die aan bijdragen. 99% van de klimaatwetenschappers zegt ook, ja, dit is nu duidelijk. Er was pas nog, volgens mij een deze dag in de nieuws, dat ze hadden meerdere studies nog eens vergeleken en dat was nou ja, een kans van 1 op 3 miljoen dat het niet door de mens veroorzaakt was. Dus volgens mij, die discussie is omdat eigenlijk, ja, er zijn altijd mensen die nog dat blijven roepen, maar volgens mij de discussie is denk ik toch wel eigenlijk, zeker politiek, overal gesloten. Maar dit houdt altijd mensen die het tegendeel roepen. Dus. Ga je overtuigd naar huis, Lambert? Nee. Nee. Want er zijn ook wel onderzoeken naar CO2-gehaaltes. En die gaan dan zo'n 3 miljoen jaar terug. En dan zie je toch dat er wel 10% hoger is geweest. En dat het op moment is. En, ja. Nee, klopt. Het klopt. En dat is ook heel, heel duidelijk. Maar je moet ook kijken wat voor wereld was er toen. En hoe was die zeespiegel toen? Ik bedoel, de wereld zal niet vergaan. De mensen ook niet met het hogere klimaat. Maar ja, als daar 10 meter zeespiegelstijging komt, en het is ook de snelheid waarmee het nu gebeurt, en de hoeveelheid mensen die we hier hebben, wat maakt dat we dat nu niet aankunnen? In 1 miljoen jaren geleden zonder de mensen, ja, toen ging dat ook, die zeespiegel, toen stond alles veel hoger, en dus is het veel warmer geweest. Maar het is nu natuurlijk voor de mens, met alle bebouwing en alles wat erom zit, dat, en die snelle stijging, dat maakt dat we dat nu niet aankunnen. Ja, dat is de vraag maar, want daar zijn ook verschillende meningen over. Ja. Ja. Als de Noordpool in zijn geheel zou smelten, dan gingen ze uit van een zeespiegelstijging van 3 meter. Maar het blijkt heel anders te wezen. Als je nou zeg maar bij Zandvoort gaat regenen, dan zou daar waarschijnlijk de zeespiegel maar 20 à 30 centimeter stijgen. Maar het kan ook nog anders zijn, want de stromingen gaan anders. En het kan zelfs zijn dat het 10 centimeter daalt. Ja. Dus dan wordt het een heel ander verhaal. Ja. Gaan we naar de Zuidpool, zou de Zuidpool smelten, dan praten we over een stijging van 70 meter. Maar daar zit ook weer een verhaal bij. Want de NASA die heeft weer metingen gedaan naar zeespiegelniveaus. En dan schijnt er dus een verschil in zeespiegelniveau van 70 meter te zijn. Ja. Dus
Lammert, ik laat even Teun reageren. Je bent zeer goed voorbereid hier naartoe gekomen, moet ik zeggen. Want je bent geopereerd en je hebt boel gelezen volgens mij de laatste tijd. Kijk, het klopt inderdaad dat op het moment dat de Zuidpool smelt, dan heb je veel groter effect. Op het moment dat de ijskap op Groenland smelt, heb je heel groot effect. Het punt is dat die op Groenland aan het smelten is. Vanavond was er ook een stuk op de radio. Dan hoor je het ijs op de Noordpool, dat is aan het smelten. Er komt straks een doorvaartroute over de Noord. Willem Barents had die graag wat eerder gehad, maar ja, toen was hij eigenlijk te vroeg. Maar het punt is, dat is geen keuze. Hè? Die Zuidpool die zegt niet van, nou, het lijkt me wel wat, ik ga smelten. Die temperatuur verandert, waardoor er inderdaad gewoon meer ijs smelt en het waterpeil omhoog gaat. Het kan ook zo zijn dat door inderdaad een enorme smelt ook de warme golfstroom bij ons gaat veranderen, waardoor het lokaal kouder wordt. Wat je op het ogenblik ziet, dat is dat in een aantal gebieden begint een aangenamer klimaat te ontstaan. In Afrika daarentegen zie je gebieden waar het veel droger wordt, waar het veel warmer wordt. En plat gezegd, het is al een klote gebied om te leven. Dan wordt het alleen nog maar slechter. Dus ook de opwarming van de aarde en de problemen die daarmee te maken hebben, zijn ook nog ongelijk verdeeld over de wereld. Dat is wat er aan de hand is. En inderdaad, er is een enorm verschil in hoogte van de zee. Hè. Ik dacht eerst ook vroeger dat die vlak was. Maar ja goed, mijn dochter heeft aardrijkskunde gestudeerd. En zei, ja pap, dat is niet zo. Die kwam zelfs met het getal van 100 meter. Wat ook alles weer te maken heeft met de zwaartekracht, met de aantrekkingskracht van de maan en noem maar op. Daar zitten grote variaties in. Dat klopt. Maar over het algemeen is het zo van de gletsjers smelten. En het betekent gewoon dat er veel meer water in de zee komt. En dat we dus inderdaad te maken hebben gewoon met een stijgende zeespiegel. En het punt is van, wij zitten hier nu met 17 miljoen mensen op een kluitje in een delta. En dan is het inderdaad gewoon een veel lastiger vraag om te handelen dan, laten we zeggen, duizenden jaren geleden. Toen ze bij Zwifterband in de zomer daar op een kampje zaten en dan in de winter gewoon weer naar de hoge gronden teruggingen. Dat gaat niet meer. Dus het vraagstuk is veel complexer geworden. We kunnen het vast wel aan, maar het kost wel moeite. Dankjewel. Ja, achterin. Het gaat vanavond over feiten. En wat nog niet belicht is, dat zijn de gebieden die gebruik maken van de akkerbouw. En die dus akkerbouwmatig gras telen en die dus met heel weinig organische stof hun teelt doen plaatsvinden. En ik zou daar graag ook wel wat feiten over willen weten. Akkerbouw en organische stof. Ja, ik weet niet precies welke feiten u precies zou willen, maar een akkerbouw. In principe zit minder organisch stof heeft hij in zijn bodem. Die heeft meer bewerkingen, die heeft minder aanvoer van gewasresten dan in grasland heb je waar je permanent wortels doodgaan. Dus op het moment dat een akkerbouwer samen met een melkveehouder grasland gaat verbouwen, zal dat voor zijn bodemkwaliteit zeer gunstig uitpakken en kan hij gemiddeld gezien zijn perceel organisch stofgehalte zeker ophogen. Is dat... Ja, dat is inderdaad mijn vraag. Maar kijk, je moet het dan boven hangen van wat is het voor het geheel Nederland BV, wat is het effect? Ja als dat betekent dat die melkveehouders een permanente grasland om gaat ploegen. En een jaar, wat aantal jaren mais erop teelt of zo bijvoorbeeld. Ja, dan is het effect waarschijnlijk niet zo goed. Of heeft het net zo niet zoveel effect. Je kunt dus koolstofvastlegging, het draagt bij, maar dat is ook niet het grote wondermiddel voor Nederland. En het is meer ook, hoe kun je misschien het efficiëntst het gebruiken, zeker in de gebieden waar het nu echt laag is, om daar toch wat op te hogen en daarmee je bodemkwaliteit echt te verbeteren, dan op gebieden waar je nu al hoog zit. Om het daar op te hogen, dan daar moet je eigenlijk gewoon, als je hoog zit, echt proberen het hoog te houden. Maar... Ja, of als de akkerbouwers eiwitgewassen gaan telen. Ja, dat is zeker. Dan is het misschien niet direct vanuit de organische stof, maar vanuit de externe emissies die gerelateerd zijn aan al die soja. En zeker als je eiwitgewassen hebt die stikstof binden ook, dan helemaal. Dan heb je ook minder kunstmest nodig. Dus dat heeft een zekere bijdrage, een grote bijdrage. Ja. Ik vind het wel belangrijk dat het niet onderbelicht bij. Want er zijn natuurlijk in het verleden vanuit de historie altijd gemengde bedrijven geweest.
En in heel veel gebieden vindt het nog steeds plaats. En op die manier kan zowel de akkerbouw verder en ook de melkveehouderij. Ja, ik denk dat in principe zijn dat, als je die uitwisseling goed hebt, en is dat in termen van milieudruk zijn dat de meest efficiënte bedrijven. En dat is natuurlijk met de kringlooplandbouw op lokaal, als je dat kunt regelen, is dat denk ik een goed streven. Ja. Dankjewel. Dan hebben we hier in het midden, hadden we er 3 bij elkaar volgens mij. Ja. Goedenavond. Ik had een vraag over de metingen. Er is wel wat discussie over ammoniakmetingen en stik- en lach- en methaanmetingen voor de veehouderij de afgelopen jaren. Kunnen jullie daarop ingaan? Ja, daar is inderdaad forse discussie over. Dat klopt. Er zijn heel veel metingen gedaan op proefvelden. Dus met het uitrijden van mest gekeken van wat is de ammoniakuitstoot bij het uitroden, bij bovengronds, bij injectie, bij zodenbemesting. Ook bij stallen is het gedaan. Er zijn heel veel metingen gedaan. En tegelijk correspondeert dat dan niet met de verandering in ammoniakconcentratie in de lucht. Nou, daar is de eerste conclusie getrokken van de metingen zijn fout. Toen is zelfs de integriteit van een aantal onderzoekers in twijfel getrokken. En daar zijn echt een aantal mensen beschadigd geraakt. Ik ken die mensen. Het zijn integere onderzoekers. Plat gezegd doodsaaie mensen die hun werk gewoon goed doen. En die zijn geraakt daardoor. Wat is er gebeurd? Daarna is er een internationale groep gekomen die heeft gewoon naar die metingen gekeken. Zeg van, is dit methodisch goed geweest? Want er is heel veel discussie over die onderzoekmethode geweest voor die goed was. Dat is in de jaren daarvoor gebeurd. Die internationale groep die heeft gezegd zo van, ja, die metingen zijn goed uitgevoerd. Daar is niks mis mee. Wat is er tegelijk aan de hand? In de beginjaren hadden we nog te maken met een veel hogere zwaveldepositie vanuit elektriciteitscentrales die op kolen draaiden, een aantal oliebrandstoffen waar ook heel veel zwavel in zat. En de zwaveldepositie was gewoon sky high. Speelde ook een rol bij de zure regen. Toen is gezegd zo van, nou, daar moet wat aan gebeuren. Dus andere brandstoffen, andere filters erop, waardoor de zwaveldepositie sterk is afgenomen. En juist dat heeft weer een rol gespeeld, ook in de veranderingen van de concentratie van ammoniak. Dat verklaart waarom de ammoniakconcentratie in de lucht minder sterk is afgenomen dan je zou mogen verwachten op basis van lokale metingen. Want die lokale metingen, ja, die vinden op deze hoogte plaats tot meter of 6-7. Hoe hoog zijn de snuffelpalen, Jan-Peter? Zoiets, hè? Dus die metingen die worden gewoon in het veld gedaan en met een mast. En op verschillende hoogtes wordt door een flesje heen getrokken en er wordt ammoniak wordt eruit gehaald. Dat gebeurt tot op 7 meter hoogte. Alleen de metingen die in de atmosfeer plaatsvinden, of tenminste die in de atmosfeer gedaan worden, zitten op een veel grotere hoogte. En daar heb je dus nog allerlei andere processen die we in het veld niet meenemen. Dus waar zit eigenlijk de methodische fout? Niet in dat het op het veldniveau of op stalniveau fout is gemeten, maar in de doorrekening naar de atmosfeer. Maar daar heeft nooit iemand bij stilgestaan. Daar zit dit verschil. Nou, wat je daarmee moet, is dan voor een deel ook een politieke discussie. Want betekent het dat je nou voor Jan met die kort achternaam bezig bent geweest? Misschien is het wel zo dat als we niets hadden gedaan aan de stallen, aan emissiearm uitrijden en zo, dat de ammoniakconcentratie juist omhoog was gegaan, dankzij de verminderde zwaveluitstoot. Dus het effect is misschien niet zo sterk als dat we gedacht hadden, maar het effect is wel, de daling zou best wel eens zo groot kunnen zijn, omdat we gewoon geen stijging gemeten hebben die anders te verwachten was vanwege andere zwaveldepositie. De zwaveldepositie is zo sterk afgenomen dat iedereen op het ogenblik weer serieus praat over zwavelbemesting op grasland. Dat was jarenlang niet aan de orde. Waarom? Er kwam genoeg naar beneden. Dankjewel. Voldoende? Ja, ik wil er nog 1 ding aan toevoegen. Ja? Als je naar de ammoniakuitstoot kijkt, gewoon op de landkaart, dan hangt die niet boven de veehouderijgebieden, maar boven de stedelijke gebieden. Wat kunt u daarvan duiden? Nou, ik ben niet zo goed thuis in alle landelijke metingen, dus daar kan ik niet zoveel van zeggen. Maar je zult ook emissies krijgen uit stedelijke gebieden. Dat weet ik niet precies. Maar daarnaast, het waait altijd. Dus het verplaatst zich. Ja, daar is gewoon heel moeilijk wat van te zeggen. Ik zeg maar zo, een wetenschapper heeft altijd een antwoord. Wij gaan even verder. Nee, grapje natuurlijk. Jan van Weperen. Ja.
Ja, dat, als ik terugdenk aan deze avond, dat is, dan is er voor mij één ding duidelijk. En dat is dat er nog heel veel onduidelijk is. En zeker zeg maar het verhaal wat ik beluisterd heb voor de pauze, zie ik, ga helemaal niet klimaatverandering en dat soort zaken bekritiseren, want daar hebben we heel serieus, daar hebben we werk van te maken. Maar hoe we werk maken, kijk, ik was ook wat een beetje verbaasd over de CO2-toekenning aan de melkveehouderij, dat het voer wat van buitenland geïmporteerd wordt, dat daar de referentie de economische waarde is. En dat men daar niet op een andere manier naar kijkt wat de bijdrage aan CO2 is. Zie, ik ben ook bijzonder door diverse redenen bijzonder geïnteresseerd in deze hele discussies. Wij hebben altijd in het veenweide gebeuren gewerkt met Torpheden, met berekeningen van CO2 emissies van 30 ton per hectare. En wij meten nu op dit moment iets anders. Maar uit de wetenschap tot op heden is het altijd 30, 40 ton. Wij meten nu wat anders. En dan kom ik tot het volgende. We hebben verschillende meetmethoden die we in Nederland gebruiken. We hebben meerdere meetmethoden. En ook dat soort van zaken moeten we ook zo snel mogelijk zien duidelijkheid te krijgen. Dat je allemaal met dezelfde manier die situatie in kaart brengt. Ik wil afsluiten. Ik wil nog een vraag aan Vellinga stellen. Het verbaasde mij, die 300 kilo stikstof uit dierlijke mest, zijn antwoord. Want ik dacht van, op het moment dat die stikstof ook maar voldoende grasproductie geeft, kan dat in mijn beleving, wanneer die goed benut wordt. En in een bedrijfskringloopwijze kun je de efficiëntie van die stikstofbenutting zou je goed in beeld kunnen brengen. Dan hoeft dat helemaal niet nadelig te zijn. Ja, nog even een toelichting. Nou, om even op het laatste in te gaan. Ik heb niet gezegd dat een derogatie tot 300 dat onverstandig is. Ik heb alleen gezegd dat je er in het grote geheel geen stikstof mee bespaart, omdat elders dan stikstof aangewend moet worden. Daarmee wil ik niet zeggen dat je het niet kunt doen. Ja, maar als er nou één gewas is wat veel stikstof opvreet, dan is het gras. Ja, maar dat is toch niet erg? Nee, ik zeg ook niet dat het erg is. Maar ik zeg alleen dat als je dat op je eigen bedrijf aanwendt, wordt het niet meer op een ander bedrijf gebruikt en moet dat bedrijf meer kunstmest gebruiken. Je moet dus verder kijken dan alleen de bedrijfsschaal. Je moet op macroniveau kijken. En nee, dat snap ik ook wel. Mooi. Fijn. Maar wat is dan je vraag, Jan? Nou, mijn vraag is overduidelijk. Ik beluisterde van u een kritisch geluid in zaken die 250... om daar in wezen aan mee te werken, om dat 300 te laten worden. Want ik denk dat dat bijvoorbeeld wel een heleboel voordelen kan geven met in acht nemen van de effecten in de bedrijfskringloopwijze. Ja. Wil ik nog even een vraag daaraan toevoegen, aan die meneer Van het Veen. ik had gedacht dat u ook even een pleidooi zou houden voor sleepvoeten bemesten op het veen. Want dat is een van de meest simpele manieren om CO2-emissie zeg maar ook nog een goede impuls te geven, vind ik. Ja. Nee, ik heb niet alle maatregelen genoemd die er zijn. Er zijn nog wel een paar te benoemen, klopt. Ja. Goed, dankjewel. Ik denk dat we deze discussie staan. Wil je nou een reactie geven op Jan of niet? Ja? Prima. Want volgens mij snappen jullie elkaar wel. Maar dat komt straks in de bak, komt het helemaal goed. De laatste vraag stellen we ook nou. Wel. Ja, gaat hem over het eerste deel van de avond, zeg maar. Over die, je rekent op een melkveebedrijf alle aanvoer voor kunstmest, krachtvoer, elektriciteit, wordt allemaal opgeteld. Maar op een gegeven moment wordt er ook koolstof afgevoerd in de vorm van melk, vlees, mest eventueel. Waarom wordt dat er niet afgetrokken? Omdat dat die korte cyclus is. Dus je telt in die aanvoer, dus ook alleen de fossiel of de gerelateerde emissies. Ja. Dus het is echt, dat is... Ik snap die cyclus, dat is mij helemaal duidelijk. Alleen, het product verlaat mijn bedrijf. Ja. Dus nou ja. Je voert aan en je voert af. Dus wat je afvoert, mag je dan aftrekken, in mijn idee, van hetgeen wat je aanvoert. Kijk, als we die melk allemaal zouden opslaan in grote tonnen en voor tientallen jaren bewaren, dan zou het bijdragen. Maar ja, we drinken hem op en het wordt CO2. Dus daarom, je komt er direct eruit en die telt dus niet mee. Net als het
je telt van het voer, tel je ook niet de C die in het voer zit. Je telt mee de emissies die nodig waren om dat voer te produceren. Dus het gaat niet om een massabalans in termen van koolstof en dus ook die afvoer, maar in termen van emissies die nodig waren. Oké. Okay. Hoe zit het dan met Shell en Esso, zeg maar, die brandstof leveren? Dat is allemaal fossiele emissies. Dus zij worden, kijk, op het moment dat zij biofuels gaan maken, dan telt die uitstoot daaraan gerelateerd niet mee. Maar zolang het allemaal fossiel gewonnen brandstoffen zijn, dan telt het mee. Zij worden niet op afgerekend, wij wel. Nou ja, zij. Het zit allemaal in die cijfers, dus die nationaal. En wie zij zitten, en de industrieën zitten allemaal in die ETS. En die moet allemaal ook minder. Dat kost allemaal geld. Zeker, dat is misschien wel goed om nog te melden. Die emissie trading scheme, die CO2-prijs die eraan gekoppeld was, die was jarenlang was die rond de 5 à 10 euro, veel te laag. Maar de afgelopen jaar is die opgelopen tot, nou volgens mij zitten 25, 30 euro. Dus nu gaat het ze echt geld kosten. Nu gaat het ze pijn doen. En nu zie je ook dat er toch echt. Die markt begint te werken. Hier pak ik hem over. Dankjewel. Mooi einde ook. Want dit wou ik onder andere ook in de samenvatting meenemen. Jan van Weberen die raakte hem net denk ik al wel behoorlijk. In het kader van dat er nog heel veel onderzoek nodig is. En jullie hebben laten zien in de presentatie. Dat het is absoluut een feit dat we ermee te maken hebben. En er zijn afspraken gemaakt. En in die afspraken is ook al gezegd dat de landbouw daar een grote rol in dient te spelen. En ook een grote opdracht heeft. Maar er liggen ook kansen. Hè? Een van de kansen die werd genoemd is dat binnen Europa tot 2030 in de bodem opslaan mogelijk kan. En er zijn al voorbeelden van dat ook tot een verdienmodel kan leiden. En als die CO2 op een gegeven moment, als het zoveel waard begint te worden, als het afgekocht kan worden tussen aanhalingstekens, dan zit er misschien, aan de ene kant is het een bedreiging, maar misschien ligt er voor de landbouw ook wel ergens een kans. In ieder geval, er is heel veel onderzoek nodig. Ik denk dat we jullie ook keihard nodig zijn, de organisaties keihard nodig zijn, om de politiek te voeden, om de mensen die erover gaan te voeden. En laten we hopen dat we met elkaar ook ergens onze verantwoordelijkheid nemen als boer zelf. Want ik denk dat we dat vandaag ook wel heel duidelijk gezien hebben. En dat we zelf aan de knoppen kunnen draaien. En dat we op ons eigen bedrijf veel invloed hebben, ook op de korte termijn, middellange termijn, lange termijn. Hoe gaan we om met kunstmest? Hoe gaan we om met het bouwplan? En als we dan inderdaad met die akkerbouwers samenwerken, die kringlooplandbouw, doen we dat dan met blijvend grasland of doen we dat met bepaalde percelen die we daar constant voor gebruiken? Ik denk dat we daar met elkaar nog heel veel verantwoordelijkheid in kunnen nemen en daar ook bewuster mee om moeten gaan. We hebben voor jullie twee presentjes. Maar Teun, ja, sorry. je was mee als gast, maar even kijken. Hard gedrukt. Alsjeblieft, ik stel voor dat jullie hem samen opdrinken. Dan is het opgelost. Hartelijk dank voor jullie bijdrage. Ik hoop dat we jullie zeg maar ook gemotiveerd hebben met de prikkelende vragen van ga volop door. Bedankt. Voor zometeen aan de bar hebben we nog een borrel. Het is iets later gewoon als gepland, maar de zaal wordt toch vol met vragen. 12 maart, niet te vergeten, hebben we vanuit Nisco onze ALV. En daar hebben we als thema, nadat de standaard zaken zijn besproken, China. Want net zoals bijvoorbeeld CO2, is China ook een onderwerp wat ons raakt. Wat is de grootste economie nu en in de toekomst? Is het een bedreiging? Is het een kans? We hebben een Chinese bereid gevonden. Met contacten in Nederland, contacten in China. Die ook volop bezig is zeg maar, van het opzetten van handelslijnen richting China, heen en weer. Ik hoop dat jullie daar ook interesse in hebben en dat we jullie mogen begroeten op 12 maart. Voor nu, wel thuis en bedankt. En jullie ook.